Ik zeg welkom mensen van Hoe gaat het vandaag? We zijn weer met een nieuwe Q&A. Toch nog een Q&A. Dus we gaan jullie vragen weer beantwoorden. Let's go! Jullie hebben weer een aantal vragen achtergelaten. Ook heb ik op Instagram nog een afbeelding gezet om jullie vragen te laten stellen. En die gaan we daar dus ook een aantal van gebruiken. We beginnen met de eerste vraag van Boze Bever. En die vraagt, wat doen jullie of hebben jullie tips om het renderen van ook de ramp preview in Premiere Pro te versnellen? Je ramp preview, dat is dan meestal in After Effects, maar ook bijvoorbeeld je gewone preview in Premiere Pro. Die kan je heel makkelijk aanpassen door daarvan de kwaliteit wat lager te zetten. Bobke vraagt, wat vinden jullie van de Behringer C1U? Dat is een vraag die iets meer aan mij gesteld is, want ik ben van Creator Tools, waar we nog steeds lekker reviews aan het pompen zijn van videogear en dus ook microfoons. We hebben wel de Blue Snowball al gehad, de C1U heb ik gehad, heb ik ondertussen niet meer. Ik vind het wel een aardig goede microfoon, alleen je moet bijna die microfoon in je mond stoppen voordat je de geluid uit wil krijgen. Ik heb hem ook hier op Hoe gaat dat vroeger gebruikt. In komt lopen, dan komt nou het puntje waar we het gelijkmatig. Maar het is wel een goede budget USB microfoon. Oh, nog een keer Boze Bever. Nou, wat zit er vandaag gewoon twee keer in? Die vraagt mobiele tutorials. Wat moet ik me daarvoor voorstellen? Tutorials voor mobiele app te maken of tutorials zonder vast uploadschema? Die tutorials worden super tof. Tegenwoordig heb je bijna een hele computer in je broekzak zitten en daar gaan we mee werken. Dus wat kan je allemaal met je mobiele telefoon? Dit komt samen met, kan ik alvast verklappen, een hele nieuwe stijl op Hoe gaat dat? Dus ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan vinden, maar daar ga ik lekker nog niks over zeggen. Jeremy Huizen vraagt, hoe zijn jullie in die voice-over stem gekomen op de koffiebottle trailer? Every day there is a new chance to change it. There are people who want to make a change, create that. Grappig, want iedereen denkt dat die trailer die wel uit 2014 komt al, maar dat de stem is van Kelvin. Dat is niet waar. Kelvin kan inderdaad wel een aardig goed woordje Engels, alleen niet zo goed. Het is echt door een Engelsman gedaan. En hoe wij dat gedaan hebben is gewoon via contacten in het buitenland hebben. Maar je kan ook gewoon op internet zoeken, want er zijn ook heel veel voice actors of Amerikanen met een beetje zachte stem. Die daarmee wat bijklussen en die thuis gewoon een heel klein studiootje waarin ze allerlei opdrachtjes vanuit buitenlanders binnenhalen en dat zo naar je opsturen voor een paar euro's. Omdat jullie ook wat lekker vragen achtergelaten hebben op Instagram, heb ik er daar ook echt flink wat van gepakt. Dus dat is super tof. Houd dus Instagram in de gaten. Hoe gaat dat? Justin Hogenhout vraagt, waar zie je jezelf? Hoe gaat dat team? Over 10 jaar. Ik kan natuurlijk niet voor het hele Hoe gaat dat team antwoorden, maar ik kan wel voor mezelf antwoorden. En ik denk dat we een beetje klopt met het Hoe gaat dat team. Ik denk dat wat we nu allemaal doen, dat iets is wat we mee door willen gaan, waar we onze toekomst aan willen besteden. En als ik voor mezelf spreek, en ik denk ook voor een aantal anderen, zie ik het bedrijf wat nu achter Hoe gaat dat zit, genaamd Koffiebottle, hoger opkomen en groter worden, waardoor we daar steeds bekender mee worden. Luxe vraagt, hoe zijn jullie begonnen met Apple? Hoe ik begonnen ben met Apple, mijn eerste Apple product was geen iPod, vond ik allemaal maar onzin en dat soort dingen, want je had gewoon MP4 spelers, dacht ik. Ondertussen rock ik elke dag nog steeds een iPod, terwijl niemand meer een iPod heeft, dus ja, ik ben raar. Mijn eerste product was iPhone 4 volgens mij. Lano_075 vraagt, wat zoeken bedrijven in je portfolio als het gaat om reclamedesigns? Zoveel mogelijk werk. Wat bedrijven ook heel fijn vinden als ze direct kunnen zien dat jij kan wat zij willen. Dus als het gaat om reclamedesigns, doe heel veel reclamedesigns in je portfolio. Het is voor bedrijven soms lastiger om in te zien van oké, hij kan dit, maar kan hij dan ook wat wij van hem vragen? En doe vooral heel veel. Jos Bakker vraagt, wat zouden jullie meegeven aan designers die binnenkort gaan beginnen met een designopleiding? Schooljaar, een nieuw schooljaar gaat natuurlijk weer beginnen. Na de vakantie beginnen er, als het goed is, weer een hoop nieuwe designertjes in opbloei te komen. Mijn antwoord hierop geldt eigenlijk hetzelfde als mijn antwoord op de vorige vraag. Op school heb je natuurlijk een aantal opdrachten, die maak je en je leert over een programma. Maar om nog verder te komen in dat wereldje en je klasgenoten gewoon te laten zien hoe het werkt, moet je ook thuis flink aan de slag. Ook geef ik als tip mee, doe in de uren op school zoveel mogelijk. Het is heel erg verleidelijk om bijvoorbeeld op een mbo-opleiding lekker onderuit gezakt te zitten en toch wel een voldoendertje te halen. Probeer met de tijd om te gaan die je krijgt van school. Want geloof me, als je dadelijk een echte opdracht binnenkrijgt van veel geld en je gaat dan onderuit gezakt zitten, dan ben je een dief van je eigen portemonnee. Ik klink nu echt net als een leraar. Sorry. Jongens, bedankt voor het kijken van deze video. Want dit was al bijna weer het einde, maar ik wilde er nog even op attenderen dat ik heel actief ben bij Creator Tools. Het techkanaal voor de content creator.
En like natuurlijk deze video met nieuwe vragen voor de komende Q&A's. Want ook al wordt het misschien minder, wij beantwoorden altijd nog jullie hoognodige vragen. Dus bedankt jullie voor het kijken en tot de volgende keer.